Ja Tom, 2021 gaat weer de boek in als een coronajaar. Hoe kijk jij als voorzitter terug op het afgelopen jaar? Ja, je zegt het eigenlijk net zelf al. Het is weer een, een jaar wat, uh, waarin de coronavirus bepalend is geweest. Um, waar we van iedereen heel veel flexibiliteit uh, hebben gevraagd. En iedereen uh, moest leven met de regels en uh, manoeuvreren met alle andere veranderingen. Uh, dat is natuurlijk de ene kant. En aan de andere kant ook alweer het, het mooie van het jaar is dat we ook weer uh, hebben mogen voetballen. Uh, en dat we echt blij zijn en dat we echt heel erg trots op zijn dat we als vereniging uh, door die afgelopen jaren al zijn gekroet, zijn terechtgekomen. Maar ook dat we uh, het ledenbestand hebben kunnen handhaven. er uh, Zijn zelfs leden bijgekomen, we hebben teams erbij gekregen. Alle sponsoren zijn bij ons blij gebleven. Ook daar zit zelfs nog groei in. Dus, uh, en nog niet, zeker niet het onbelangrijkste, eigenlijk het allerbelangrijkste, is dat ook de vrijwilligers weer allemaal bij al een steentje zijn gaan bijdragen. En met andere woorden, toen we weer konden voetballen, stonden ze weer voor ons klaar. Met heel veel enthousiasme. En dat heeft in ieder geval wel heel veel plezier opgeleverd. En daar ben ik erg blij mee. Nou, brengt corona natuurlijk een hoop negativiteit. Maar als ik dit zou horen, er zit ook wel een stukje positiviteit in. Als ik dat, dat enthousiasme, hoe de vrijwilligers gebleven zijn. En... Ja, je moet sowieso uiteraard uh, positief zijn en kijken naar de, naar de positieve punten. Het glas is half vol en uh, je moet ook de positieve dingen uithalen. Maar ik meen het ook echt. Ik bedoel, het is de ouders, uh, alle mensen eromheen. Uh, uiteindelijk toen de vereniging weer open ging, toen dat weer mocht, uh, was ik vooraf best bang. Ik denk uh, iedereen is toch op andere manieren zijn vrije tijd gaan invullen. Uh, vindt iedereen nog wel die gang naar uh, naar Westlandia, naar de club? Maar gelukkig uh, bleek dat, wel, uh, dat iedereen weer zo enthousiast was en zo blij was dat, het weer, uh, dat we het weer mochten. En dat iedereen weer, eigenlijk ook weer goed besefte hoe mooi het eigenlijk is om met elkaar uh, een vereniging, maar ook een grote familie te zijn. En om elkaar daar weer te ontmoeten en dan weer uh, ons mooie voetbalspelletje uit te oefenen. Mooi. En dat was 2021, dan nou staat natuurlijk 2022 voor de boeg. Wat zijn er een aantal speerpunten vanuit Weslandia voor dat komende jaar? Uh, ja, we hebben meerdere. Er zijn heel veel commissies die natuurlijk uh, in de gang zijn alvast voor 2022. Met heel veel enthousiaste plannen. Dus dat is hartstikke leuk. Uh, uiteraard uh, gaan we natuurlijk een uh, historisch jaar tegemoet met ons 100-jarig bestaan het, uh, het komende jaar. De commissie uh, 100-jarig bestaan het dus landjaar is al uh, 2,5 jaar, als ik het goed zeg, al actief op de achtergrond het uh, uh, maken van het plan. Uh, en daar gaan we gaan er een fantastisch jaar van, van maken met heel veel activiteiten. Voor iedereen in de vereniging, van oud tot jong, van jongen tot meisje, van iedereen eigen vrijwilliger, voor alle mensen die betrokken zijn bij de club, gaan die daarbij betrokken worden. En dat is iets toch wel met grote hoofdletters voor dit jaar 2022 staat. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een aantal andere speerpunten waar we hard aan werken. Zo zijn we bezig met een commissie om te kijken naar de toekomst van de Balleringhal, onze sporthal. We moeten die op het termijn gaan vervangen. Het dak is in ieder geval met asbest, dus we hebben nog een aantal jaren dat we gebruik van kunnen maken. Maar we willen dan ook daarna kijken of we die, die mogelijkheden te vergroten en te verbeteren, zodat we hem nog beter kunnen gaan benutten voor de hele vereniging en wellicht ook voor andere activiteiten. Daarnaast is de businessclub actief eh, om te kijken of er de mogelijkheden zijn om met de sponsoren te gaan werken met ledboarding rondom het hoofdveld. Dat zou weer een hele grote stap vooruit zijn voor de businessclub, voor de sponsoren en ook voor Westlandia. En dat geeft natuurlijk een fantastische uitstraling. En zeker ook voor de jeugd is het voor 2020 een uitdaging uh, als peerpunt. En dat betekent dus dat we ja, actief zijn met een aantal mensen in, in de jeugdafdeling. Om te gaan kijken of we als vereniging uh, meer trainers beschikbaar kunnen stellen voor de breedte teams. Dus voor de niet-selectieteams. Om daar meer te kunnen gaan bieden. En dat is een hele grote uitdaging. Uh, maar die gaan we aan. En dat gaan we in ieder geval, in ieder geval heel veel handen oppakken zodat we in ieder geval. Nog meer de jongens en meisjes een betere voetbaltraining kunnen gaan bieden vanuit de club. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste speerpunten voor ons voor het komende jaar. Kijk jij als voorzitter en als we als vereniging, kijken jullie naar uit naar het komende jaar? Ja, natuurlijk. We kijken alweer uit. We zitten nu in de fase dat we het weer niet mag. Dus we mogen weer niet. Dus we kijken alweer uit naar wanneer het weer wel mag. En uh, ik hoop dat we een voetbalseizoen krijgen, waarvan ik zelf denk, uh, vanaf 1 februari tot uh, 1 juli. Uh, dus we gaan uh, misschien iets laten beginnen en we gaan het jaar afmaken tot, uh, tot 1 juli, hoop ik. Hoop ik zonder problemen. Zodat we langer het uh, seizoen door kunnen gaan trekken en alle activiteiten kunnen gaan uitvoeren. En natuurlijk kijk ik uit naar het, uh, het 100-jarig bestaan. Maar ja, we hebben ook nog een sportieve uitdaging. En uh, we willen dat alle teams uh, goed presteren, sportief presteren. Maar we hebben ook een uitdaging nog met ons zondige eerste elftal. Dat is toch ons vlaggenschip van de vereniging. Dan staan we op dit moment niet op de plek waar we willen. Uh, dus we zijn daar uh, is de technische commissie met de staf met de spelers hard aan het werk om daar uh, een goede stap vooruit te maken om uh, in ieder geval die derde divisie uh, in ieder geval op niveau vast te kunnen blijven houden en ik ben uh, eigenlijk van overtuigd dat dat gaat lukken en dat dat dan weer de weg omhoog is dus ja ik heb er ontzettend veel zin in uiteraard kijk dat is mooi dan zou ik hem voor, uh, voor hier af willen sluiten zou je nog wat mee willen geven aan de Westlandianen? Ja, natuurlijk. Uh, het is natuurlijk een cliché, maar het is uh, echt gemeend. Ik wil iedereen uh, een soort ontzettend bedanken voor het afgelopen jaar. Uh, de flexibiliteit, uh, het meedenken. Het, de regels zijn niet altijd voor iedereen altijd fijn geweest, maar we moesten ze hanteren. Uh, maar iedereen is achter de vereniging blijven staan en uh, heeft een steentje er weer aan bijgedragen. Dus in ieder geval uh, de dank in ieder geval naar iedereen die bij de vereniging is betrokken. En uiteraard uh, wens ik natuurlijk iedereen uh, hele fijne feestdagen. We maken wat van in deze, met deze kerst, ondanks de beperkingen. Maar dat gaat zeker lukken voor ons als, als westlanders. En ik wil daarbij zeggen, laten we in ieder geval in goede gezondheid ook het nieuwe jaar ingaan en er met z'n allen aan de positieve sfeer weer wat van gaan maken.